De achterstand op een veilige 14e plek is nog te overzien. Maar er staat dus meer op het spel dan alleen de eer van Amsterdam tijdens deze derby. En de Dijk lijkt dat het best begrepen te hebben. Zij beginnen goed en komen op voorsprong. Ruder is de maker. En ook de bedankjes aan het adres van Harry Zwarthoed. Hij legt die bal panklaar neer met zijn hak. En dat is een fraaie assist. En de Dijk dus op voorsprong. De Dijk dat het sowieso goed doet in uitduels. 18 van de tot nu toe 24 punten in totaal gepakt op vreemde bodem. Tol. Hier is Ruder weer. De doelpuntenmaker omsingeld door een aantal AFC'ers speelde zich knap vrij. En de redding uiteindelijk noodzakelijk van Zonneveld. Zo begint de Dijk dus goed. Dit is AFC voor het eerst eigenlijk. Hoek, de voorzet, zit Tol helemaal mis. En Matthijs Jessen profiteert daarvan. Kostbare fout van Tol daarachterin. Probeert die bal te onderscheppen. Als dat dan mislukt, krijgt Jessen de kans en is Pistoor gezien. Zodoende de 1-1 tussenstand. Eerder dit seizoen won AFC met 2-1 op Schellingwoude. Dit is Baten, die kan hem breed leggen of zelf afronden. Dat doet hij niet. Grote kans nog voor de Dijk om voor rust op voorsprong te komen. Dat lukt niet. Gelijke stand halverwege. De tweede helft is matig. Damian Menzo erin gekomen bij de Dijk. Heeft een AFC verleden. Kan hier dus zijn oude ploeg pijn doen. Dat voorkomt Zonneveld. En Ruder komt er dan ook niet helemaal aan te pas. Jochem Twisker, sommige mensen bij zijn ploeg menen dat dit een van de allerlaatste kansen is voor de Dijk. Hoek. Daar staat Jesse weer. Die combinatie was eerder succesvol. Nu niet. De volley van Jesse, een van de spaarzame hoogtepunten van de tweede helft. Zo staat het nog altijd gelijk. De Dijk speelde nog nooit gelijk in de tweede divisie. En ook nu niet. De Graaf. Helemaal vrijgelaten. En dat kan je je niet permitteren als de Dijk zijnde. Knappe kopstoot. En zo AFC op voorsprong. De Dijk weer op achterstand. En er kondigt zich weer een nederlaag aan. En dat wekt een hoop frustratie. Let op. Tayeb trapt daarna onder de ogen van de arbiter. En die besluit Tayeb dan ook nog weg te sturen. De Dijk eindigt de wedstrijd met 10 man en met een nederlaag. De Dijk en Twisker in de problemen.